Hey, sieraad, lekker man. Lekker. Ja, nog een sieraad. Yes, lekker hoor. Gekke magnetron dit hoor. Ja. Welkom mensen bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Dirk en ik heb een nieuwe magneet. De Beast. En wat heb ik nou weer? Kijk eens even. Er zit alweer een pluis aan. Dus, dat is kassa. Zal er nou een keer geld in zitten of niet? Klinkt leeg. Maar we gaan kijken. Ah, hij is goed sterk in ieder geval. Ja. Goed uit mijn auto halen. Ik kan hem even openbreken. Ik ben zo terug. Hallo kijkers van Vinkamp D. Hoi! Jouw inbreken! Hoe moet je? Die komt ook gewoon uit het water, maar dat kunnen we gewoon weer hergebruiken. Heerlijk! Ik heb er ook één hoor! Nee jongens, helaas. Wel weer een kreefje. Kijk eens. Ja, die laten we maar weer terug, hè? Wow. Wat een joekels, hè? Nou, de kluis is eruit. Geen inhoud. Maar kijk eens wat er aan mijn magneet zit. Een kogelpuntje, revolver. Nou, het wapen nog jongens. Kijk eens. Mooi hoor. Op naar het wapen. Ja. Heb je nog wat op die gouden kluis stond met een goud erin? Maat, weet je nog? Gold, hier zit de diamant in. Moed. Yes! Hey, ja, helemaal hier. Naar boven, naar boven. Kijk eens. Juist. Ze zeggen, Dominique. Koevoetje erbij. Koevoet erbij. Waar lag die koevoet? Daar zo achter. Mooi jongen. Mag niet komen. Ja. Leuke magnetron. Kijk eens, koevoetje voor jou. Jongen. Yes. Ja. Je zit wat in. Ja. Kissie. Lekker hoor jongen. Super dik. Kijk eens, een horloge of een pen. Hey, sieraad, lekker man. Lekker. Ja, nog een sieraad. Yes, lekker hoor. Gekke magnetron dit hoor. Ja. Hij geeft niet wel wat lekkers. Zo dan. En de mappen. Floppy ook weer. Oh nee. Dat kan niet. Oh, wat voor een geur uit zeg. Oh. Lekker hoor. Dat is de gekste magnetron die ik ooit heb gezien jongens.
hè, voor de rest. Oh, de sieraad. Dat is altijd leuk. Ja. Dat zijn gekke dingen, die moet je bewaren. Er zit allemaal gouden... Hier, staat het zo. Ja, maar gouden tekst staat erop. Zijn er foto's of zo? Ik weet niet. Ik kan er niet zo in kijken. Het lijkt wel zo. Een soort Polaroid foto of zo. Ja. Dit moet je maar zien. Is dat het zien? Schoonmaken even. Wow, hij is zo dan. Ja, hij is ook kip, hè? Zo, dat is een mooie ketting. Spoel hem eens een beetje af in de sloot, man. Ik denk, dit is ook iets geweest. Oh, nee, ik laat hem zo vallen, zeg. Oh, shit. Oh. Holy dom van mij. Ga kijken. Ja, hij is wel leuk. Maar... Is het magnetisch? Niet magnetisch. Je hebt geluk, jongen, misschien. Goud. Ja. Goudkleurig. En dit lijkt me wel oud, man. Een edelsteen of zo. Ja. Kijk hoe mooi die is ook. Dat hangt er zo los aan. Zie je dat? Zullen we hem even zo neerleggen? Ja, als je hem op het gras legt, kun je hem beter zien misschien. Kijk. Hè? Dan is het contrast wat... Misschien heb je hier wel, ja. Contrast. Kom, we gaan even voor contrast. Of op dat witte bankje. Of op het witte bankje. Ja. Zal ik dat even doen? Ja. Toppertje, hoor. Dat is een leukertje. Yes. Wauw. Dat is echt gek. 5 fietssloten. Jij spaart die fietssloten toch, Jan? Nee, Timmassen. Oh, maar jij spaart ze toch? Is naast ze, ja. Hier nog een brommer uitlaat, Thomas. Kijk eens, lijf een fiets eruit. Lekker, hoor. En laat jij nog eens dat magazijntje zien, Jan? Ja. Ah, er komt weer genoeg uit vandaag. Dat zien we wel weer. Kijk, een pistoolmagazijntje. Ja. Klein kaliber, hè, als we het zo aan de bovenkant zien. Ja, ik denk 7.65, 7.65. Ja, lekker, man. Ja. Ja, we gaan goed vandaag. Yes. En het is weer droog. Het is weer droog, ja. Zonnetje schijnt weer. Niet heel onbelangrijk. Helemaal gaaf. Ja, nog eventjes wat leuks tussendoor. Ik had een vondst gedaan en die was ik vergeten te filmen. En dat is deze medewerkerspas van de Heineken. Op de achterkant staat wanneer je deze vindt, je vriendelijk verzocht wordt om hem op te sturen. Dus misschien kan ik nog een paar lekkere biertjes van ze krijgen. We gaan weer door naar de dag zelf. Kijk lekker verder. Ja, wat heb ik nou toch weer gevangen? Zullen we samen gaan kijken? Het is een tas. It's a bag. It's a bag. Wat is in de bag? Tori! Aksa! Nog een tas! Allemaal fietssloten. Nou Jan, voor je verzameling. Ja, dankjewel. 1, 2, 3, 4, 5, stuk of 6. Yes! Yes! Ja, ik denk dat het niet echt waardevol is, maar... Ik vind hem er wel heel gaaf uitzien. Moet je kijken, wat een mooie steen, joh. Leuk. Yes. En we hebben weer iets leuks aan de magneet zitten. Kijk maar even mee. 9 mm. Zal het van de oorlog zijn? Nou, even kijken. We gaan even het bodempje schoonmaken. En dan kijken of we nog kunnen zien waar die van is. 44. DI 44. Dus we gaan even dat bodemstempeltje uitzoeken welke fabriek het is geweest, maar dat moet dan wel uit de oorlog zijn. Ja, leuk. Dit gaat zo meteen allemaal Jan zijn bus in. Jan die brengt het naar de oud ijzerboer, dus het wordt allemaal mooi gerecycled, dus dat is wel top. Maar we willen eigenlijk gelijk een oproep doen aan alle oud-ijzerboeren. Als jullie nou geïnteresseerd zijn in de spullen die wij uit het water halen, laat dan even een reactie achter of stuur mij een mailtje. Je kan mij overal vinden op Facebook, Instagram. En dan kunnen we misschien een lijst maken en dan wordt het altijd netjes opgeruimd. Dus dat zou top zijn. Er is genoeg. Ja, hè? Ja, we halen er genoeg uit. Zeker als we met z'n tienen zijn.
Jij dacht net toch dat we een magnetron hadden gevonden? Ja. Maar toen was het een kluis. Klopt. En nou dacht jij dat het een kluis was. En het is een... En het is een magnetron. Het is een magnetron, een oven. Oven, ja. Een oven. Jan, wat heb jij nou weer gevonden? Volgens mij is dit een soort gehaktmolen, vleesmolen. Kijk, kunnen we een keukenblad vastzetten? Ja. Oh, kijk, hier. Ja. Kijk, hier gaat dan spul in. Ja. Hier komt spul weer uit. En dan krijg je een hamburger, kun je maken. Of, ja, gehaktstaaf. Spaghetti bolognese. Ja. Kijk dan. Met de hand draaien. Gaaf hoor. Die kan ook in je museum. Die kan ook in het museum, ja. Super dik. Jan, jij zegt het net 2 seconden geleden. Straks vinden we nog een wapen. Serieus, ja, dit is mooi. Mogen we dit als een wapen rekenen? Keukenmessie. Maar hele mooie... Ja, een ding vismessie of zo, maar wel heel, heel gaaf. Wow. Super gaaf nog. Super dik, man. Ik zei al, we vinden een wapen. Mini-bayonet. Ja, mini-bayonet. Ja, kikker, joh. Made in Germany. Made in Germany. Ja. Ik denk een vismes of zo, denk ik. Heel gaaf. Ja. Kikker. Nou, dat begint er leuk te worden, jongens. Ja. Hey. We zijn lekker bezig nog, hoor. Lekker, man. Topvondst hier, tussendoor. Even kijken. Hij gaat er maar op één manier in. Ja. Hij ziet er wel gaaf uit, man. Zeker. Kikker, man. Made in Germany. Patent. Patent. VO of zo? Ja, dat kijk, dat was het. Ja. Super gaaf. Yes. Wat hebben we nou weer eruit gehaald? Wat is dit nou? Glimt, jongen. Is het een kassalade? Dat zou gaaf zijn. We moeten nou toch een keer kunnen cashen, Jan. Zo. Ja. Kassalade. Kassa! Ja, man. Zo dan. Nee. Helemaal leeg. Ja, die ligt nog niet zo lang. Zo, mooi. Ah. Mes nummer 3. En deze is van de IKEA. Ja. RVS. Oh nee, het is geen RVS, anders was het niet magnetisch. Hè? Nee. Vergramd. Huh? Zat er niks in, voor mij. Zit er nou een hakerkruis op? Was het maar zo. Geen merkje, niks. Geen IKEA dus. Nee. Niks. Jan, wat heb je hier? Daar was ik weer. Daar is Jan weer. Een kluisje met de portemonnees en een heel oud kluisje. Dat is geen naam meer te bekennen zeker. Of kon je nog wat zien in de portemonnee, foto's of dingen? Hè? Nee, volgens mij niet. Nee, hè? Zo dan, die heb er ja, die... Zo. Hier zit allemaal... Het is wel een soort. Nee. Gewoon. Helaas. Zo, die ligt er al lang in, jongen. Die ligt er wel heel lang in, ja. Die ligt er misschien al 50 jaar in. Zo zou dat kunnen. Sleuteltje? Speciaal sleutel. Hé, die is grappig. Zo. Hé, hey, dat is wel een leuke. Een leuk sleuteltje. Ja. Ja, dat is echt een ouderkje geweest nog, hoor. Ja. Is hij nog heel? Ja, hij is wel heel, hè? Ja, hij is heel. Super gaaf sleuteltje. Lachen, man. Misschien is hij wel van Kissy. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ze hebben sleutel ooit geweest. Ja. Mooi, man. Lijkt me wel aan de ene kant. Ja. Inderdaad. Messing, denk jij dat het is? Wow. Ja, grappig, man. Ja, mooi. Leuk, Jan. Doe je goed. Ja. Zo, nou, je bus zit aardig afgeladen, Jan.
Ja. Er kan niet veel meer bij, hè? Nee. Dus helaas hebben we hier ook nog een stapeltje wat we achter moeten laten. Maar goed, dat is dan nog voor de gemeente. We hebben ook nog iets. Ik dank jullie weer voor het kijken. En vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer.